Hoi, kom binnen. Goedendag, Mark. Was het tijd voor alweer die zender? Ja, maar hoor. Ja, dan wil ik de kans niet voorbij lassen, joh, nu iets in boog is bezig om dich toch even erop te zetten. Oh, wanneer ik eens een keer rijden ben, dan kan ik voor alles samen doen. Zal eens even zetten? Jo, kom mee. Verzoen natuurlijk. Dankjewel dat ik jij morgen zie, Mark. Ja, geen probleem. Verzoen natuurlijk allemaal benieuwd. Wie is het met dich met haar eer en haar elleboog? Wie steekt het ermee? Goed, gaat veel beter. Ik ga nu trainen over morgen van mijn presentatie gehad. Ik ben nu nog een paar dagen in Bochus bij de schoenhouders in Merkhouten. Mm-hmm. En voor terugkomen dan is het noodzaak dat ik nog 5 dagen in quarantaine ga. Met die omzoend en ik werd 2 keer negatief getest, dan mag ik eindelijk met mijn keeperstraining beginnen op het veld. En dan hopelijk gaat het heel erg snel bergopwaarts. Okay. Hey, maar ja, dit wordt natuurlijk het seizoen moeten worden. Hè? Alle verwachtingen worden hoog, er gebeurt dat. En daar kom ik eigenlijk aan meteen met een vraag van Guy Habits, die jij vroeger geïnterviewd had. En met de kettingvraag, die kunnen dat nu wel aan het begin van dit interview. Maar ja, daar vraagt het zich af wie dat zit met de mentale ondersteuning op zo'n moment, wanneer dat gebeurt. Dus voor het seizoen moet beginnen en vervolgens knap blessuren. Dat duurt natuurlijk ook bij topsport. Als ze er ook mentale ondersteuning op krijgen? Ja, in ieder geval de eerste dag had ik even nodig gehad. Natuurlijk, wanneer het gebeurt, ben je er op het eerste moment nog niet heel erg mee bezig. Dan is het eigenlijk alleen maar de hoop van, laat het niet zo erg zien wie het zich dan afvult in dat moment. Het was eigenlijk al vrij snel duidelijk. De dag na de wedstrijd hoe het MRI scans gemaakt. Alle testen bij de 18 ziekenhuisbeurs in Freiburg. Het wordt al heel erg snel duidelijk dat ik dan toch geopereerd moet worden. Mm-hmm. Dan in verbinding met onze clubartsen en de fysiotherapeuten die voor bij ons gaan, had ik dan verre opties krijgen met de opererende artsen, waar ik dan zelf goed kiezen. Mm-hmm. Met Gerring gesproken te gaan, heb ik dan toch voor enge speciale gekozen in de buurt van Stuttgart. Waar dat. En eigenlijk na dat moment, het avonds heen, daar is mij dan nog eens een troon over het bak in gelopen. Ja. Want ze dan inderdaad 2 jaar lang gewaard had eigenlijk op dat moment. En dan een half stond voor de eerste officiële wedstrijd zo goed gebeurd. Mm-hmm. Kunt dan, wanneer het durfzaakt, ook wel vrij heel aan. Ja. Maar ja, bij dat pap is ook het bergglas om mijn hoofd vol, dus dat geven die ook leuk. Dus, ja, dat kunt gans goed, ja. Hey, wie is er nu voetballen zo'n stadion aan het publiek in deze coronatijd? Wat is je daarvan van die medespelers? Is dat toch Jans Angers of maakt dat eigenlijk niet zoveel los? Wordt ze normaal in een geweldige atmosfeer zit met supporteren? Ja, dat is Angers. Vooral wie het eigenlijk pas begon met de lege stadions, toen hoorde het wel echt zo van wauw, dit is echt een gans andere wereld. Want dat is het eigenlijk uiteindelijk ook. Mm-hmm. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, ondertussen is dat wel ook gewend aan geraakt. En gisteren toch op een ganz andere manier door met hem. Uitzonderlijk positieve dingen goed. Wat bijvoorbeeld de coaching betreft, onderin in het team. Mm-hmm. De huurste commando's zullen beter afkomen. De huurste commando's van boeten in het veld van de trainer afkomen. Mm-hmm. Het is allemaal veel duidelijker. Dus het had ook zijn vuurdeel? Dat had zijn vuurdeel, ja. Maar van de andere zijde is het natuurlijk ook van... vooral in thuiswedstrijden tegen die grotere teams wie Bayern en Dortmund. Ja, daar had je dan ook gewoon wedstrijden waar je de steun vanaf de tribunes nodig was. Die wat je dan in bepaalde situaties in zo'n wedstrijd, in bepaalde fases toch nog eens een keer kunt pushen. Dat is er dan gewoon niet door. En ja, mensen als team zijnde... door dat niet mentaal sterk genoeg is steeds. Mm-hmm. Vooral in de fase, wanneer het dan niet zou lopen tijdens het seizoen, dan kan dat vrij heel zien. Ja, mm-hmm. Ja, die allereerste vrijheid mee zit, daar komen we toch niet langs. Wist we Janne bij de Bambini, zo Mark. Wat kent je er nog van herinneren? Ja, het eerste wat mij zo binnenschuurt is de sporthal bij de oude school, bij de Bongert. Ja, dat is echt, wanneer ik aan de Bambini's denk, dan is het echt de training door binnen in de sporthal. Ja, door de hal heen rennen en tegen de bal optrainen en me brullen. En, dat soort herinneringen van dit ziet.
Welke jeugdelftal als ze bij WDZ nog toch geloof je dat ze een rode jongens? Beest de D-jeugd. Mm-hmm. De D-jeugd had ik nog gespeeld. Met wem spelen ze door en op dat elftal nummer zit namen? Ja, wow, toen dat teamje met de Jasper Hodiamon voetballen, toen nog de Remco Dame. Dat Bart Luxo er vroeger in, Falco Zuren, de Glenn Kings. En welke trainer houdt ze toen? Ja, de man was een van de trainers, samen met de Maurice Degens ook. Dus ja. Het succes was eigenlijk aan de man te danken. Ja, dat is een grote bouwsteen in het project, ja. Voor de man Mikael, op mama en de pap, wie belangrijk zijn die in de journey wat ze nu afleggen bij als topsporter? Ik zou zo zeggen, in de jeugd Hans de grootste impact gehad. Vooral omdat het voor hen ook niet helemaal makkelijk is geweest met het varen, mm-hmm. naar de training en ophalen van de trainingen in de jeugd. De mama had helemaal op de kingerij opgepast, op de opa's kinger. De mama en de papa had ook gewoon volledig gewerkt. Vooral, je had natuurlijk nog de Roy als broertje, dus ja, dan moet hem goed natuurlijk ook niet gewoon links. Nee, laten werden. Het was niet heel erg makkelijk en daar had ze heel erg voor het team moeten sterken. En daar ben ik ze nog allemaal heel erg dankbaar voor. Ik hoop dat ze dat weten en daar gun ik ook heel erg van moeten. Maar ook nu, wanneer het een keer in een wedstrijd gehaald is voor of geit, dan is allemaal pap wel een van de issues waarmee ik contact had. Om te kijken of de wedstrijd of het had gezien. Ja, en dan komen toch wel bepaalde situaties dan ook aan boord wat dan goed is gegaan of minder goed. En dan kun je toch allemaal nog wel een klein stukje advies onderbreken. Hey, en de broer, bellen die ook het zo'n dus namiddag met die WCBW, zit je aan en om je drieën ook geweest met die gegaan? Ja, meestal. Nee, meteen onder wedstrijd, want dan zit de broer zelf in de kantine te drinken. Oh zo hè. Maar... Dat is nu voor mij. Ja. Ja, dat is wat ik van je moet doen, betrouwbare bronnen, laat ik het zo zeggen. Nee, maar goed, kijk, natuurlijk kalt ze daarover en dat is eigenlijk precies hetzelfde. Het is geen eenrichtingsweg, dat geeft van beide kanten en zo kalt ze eigenlijk over veel situaties. Maar je bent ze zo een beetje van aanstaande toch op WDZ kijkt, wat zien ze dan, mensen zo op aanstaande naar dat vereintje wat ooit begonnen is? Ja, gewoon een grote familie gewoon. Ja, zo wie het eigenlijk immer is geweest. En een verein waar zelfs ik als half boetestaander immer wel een truc in komen en me gewoon allemaal warm heen voel wanneer ik de kantine binnenloop. Mm-hmm. Niet alleen vanwege de veel bekende gezichten, maar ook omdat ik daar niet als profvoetballer gehandeld werd, maar gewoon als de Mark van het Annie en de René, zeg maar. Mm-hmm. Ik ben er gewoon een van de... Ja, van de veulen en niet degene wat boven alle oets zou moeten stijgen of wat dan ook. Nee, ik voel, wanneer ik daar de vermoeren ben loop, dan voel ik me net zo goed heen dat ik me daar ook een berg in drink. Dus dat is allemaal warm schön om door goed te zien. Zo. In het kader van de kettingvraag die ze gaat gesteld aan van haar Gia Arbeids, nu ook de vraag aan die, aan wem dat ik een vraag zou kunnen meenemen, Mark. Ja, daarvoor toch wel over houden, over de Bambinis. Geef me een vraag aan de Toos. Toos Brands. Aan de Toos Brands, ja. En de vraag luidt of het nog immer op dezelfde manier te combineren is, het ganse Bambini gebeuren in het dagelijks leven, wie dat eigenlijk immer is geweest. En of het nog immer zoveel spas maakt, tegenwoordig wie vroeger ook met ons. Mark, ik wil je alvast danken namens de Janse WDZ familie voor dit interview. Veel succes en verzamelen het volgende en verhoop dat ze zo vlot mogelijk de keur kunnen. Dankjewel. Dank voor de interview. Alsjeblieft.